heb je hem. Dit is hem nou. De bijzondere luidklok in de toren bij de hoeksteen in Zwifterband. Een klok van 500 jaar oud. Gebouwd in 1518 door beroemde klokkenbouwers. Maar toen de klok in Zwifterband kwam te hangen in 1970, was dat niet algemeen bekend en ook niet belangrijk. Het was gewoon een tweedehands klok. Nou, ik wist eigenlijk nooit dat het zo'n klok met een verhaal was, tot 1997. Toen hadden we hier Kerkenpad en toen heeft iemand het verhaal van die klok opgeschreven. En later is het in dit boekje terechtgekomen. Dus achteraf ben ik er wel trots op, ja. Want Kerkenpad was een programma, geloof ik, van de NCV? Ja, dat ging door alle plaatsen, eigenlijk naar grote kerken in den landen. Maar wij mochten een keer meedoen, omdat de gemeente 25 jaar bestond. Was een nieuwe klok duurder? Nou ja, aanzienlijk duurder. De klok mocht 1325 of 75 met dat zijn 5 gulden per kilo. Dus dat is een oude ijzerprijs. Die voorzitter van die zei, ja, dit mogen we niet laten schieten. Zo'n kans krijgen we nooit weer. Op een toren hoort een klok. En die klok die moeten ze op dorp kunnen horen, want dat hoort erbij. Ik weet wel, vroeger op mijn oud dorpje in Zeeland, om 12 uur en om 6 uur, dan werd die even geluid. Dan wisten de mensen hoe laat het was. Dan had nog niet iedereen een horloge. Toen wij hier kwamen, toen wel natuurlijk. Maar ja, bij een toren hoort een klok. De klok hing eeuwenlang in een kerk in Bovenkarspel in Noord-Holland. Maar hoe komt die dan in onze nieuwe polder terecht? En daar wordt het verhaal van de klok nog mooier. In de oorlog is die gevorderd door de Duitsers. Is tijdelijk ergens opgeslagen geweest om omgesmolten te worden tot, weet ik veel, kanon of zo. Toen is die op een schip gegaan en bij Urk per ongeluk verdronken. Per ongeluk gezakt. Later weer opgevist omdat ze wisten waar het per ongeluk gebeurd was. En toen is die teruggegaan naar Bovenkarspel, heb ik gelezen. Maar de kerk daar, de Martinikerk, is afgebroken. En konden ze niks meer mee. En nou, daarna is die naar hier gekomen. Op voorstel van die bouwcommissie, ja. Mooi detail is dat de klok eigenlijk helemaal niet past in de toren. De toren is te klein en bij het luiden van de klok, het heen en weer gaan van de bel, zou de toren instorten. Daarom is er een aanpassing gemaakt en slaat nu een kleine hamer tegen de binnenkant van de bel. U bent wel trots, denk ik, op deze klok. Ja, ja zeker. Ja, zeker. Ik heb in zo'n boekje gelezen, wanneer we hem echt konden laten luiden, zoals hij eigenlijk moet, dan kon je dat... Stond erin, want dan zal de wind wel goed geweest moeten zijn. Dan kon je hem op 30 kilometer horen. Dus dan is het wel een hele zware natuurlijk. Ja, ja, nou hoor je hem nou. Als de wind tegen is, hoor je hem nog niet op 3 kilometer.